Hallo allemaal, welkom bij hopelijk een van de laatste video's van Tech is te gek. Dit zijn de nummers die ik nog nodig heb. En waar ik vorige keer ben achtergekomen is het volgende. Ik was namelijk eentje vergeten. En dat is, even kijken, nummer 133. Die ga ik even laten zien. Kijk, deze, die muziekcomputer, die heb ik al. En ik zei elke keer, tenminste, die heb ik hier als kaartje. En ik heb hem hier nog niet geplakt. Maar ik zei elke keer dat ik hem al had. Dus verdeel de volgende opdrachten over 4 personen. Als je 1 hoort, dan zeg je boing. Als je 2 hoort, nou ja, dit heb ik dus al een keer voorgelezen. Alleen nooit ingeplakt. Dus nummer 133, die plakken wij alvast in. Zo. En hey, nummer 140 zie ik hier ook. Dus nummer 133 die strepen weg. 140 zetten we erbij. Dus wij gaan openmaken. En dan hoop ik dat wij een van deze dus tegen gaan komen. Nee, want ik wil eigenlijk natuurlijk wel een beetje dat deze video's klaar zijn. Dus nummer 50, 46, 110 en 33. Die hebben we dus allemaal al. Zie, op deze manier kunnen we dus ook veel sneller zien wat we allemaal hebben. Dat is dus 53, nope, 177, nee, 132, ook niet en 155, ook niet. Dit maakt het een stuk makkelijker. Kunnen jullie ook eigenlijk meteen een beetje zien van wat we allemaal al hebben. Dus 58, 78, 68. Het is wel bijzonder eigenlijk gewoon video's alleen maar openmaken. Misschien moet ik eigenlijk gewoon alles openmaken en jullie de volgende keer gewoon de laatste 2 kaartjes laten zien. Dan hoeven jullie niet de hele tijd mee te kijken hoe ik een pakje openmaak en er niks mee doe. 36, 9, 133. Alweer nummer 86. Zo. 63, 23, 3 en 152. Zo. 33, 3, 122. Eentje te laag. 122, ik heb 123 nodig. 29, 148, 108 en 89. Hoe zouden ze trouwens achter zijn gekomen dat wetenschappers ontdekten dat honden zich tijdens het poepen laten leiden door het magnetisch veld? Zijn ze nou gewoon allemaal naar honden gaan kijken of is het ze toevallig opgevallen? Had iemand een kompas bij zich en was hij naar die hond aan het kijken met het kompas en zo? Ik weet het niet. Ik vraag me af hoe je daarachter komt dat honden allemaal dezelfde kant op poepen. Dat is toch wel apart. 28, 48, 147 en 67. 67 is in de buurt van 70, maar toch niet helemaal. 84, 105, 19 en 27. Nou, even kijken. Die hebben we al, die en die ook. Het is wel, ik heb nu zoveel van die plaatjes al gezien dat ik ze gewoon herken. 39, 149, 128 en 109. Ik heb 123 nodig, mensen. Ja, de video wordt iets langer. Want ik wil toch echt proberen een beetje wat meer door die kaarten heen te gaan. 151, 24, 86 en 34. Zo. We hebben er toch 2 gevonden al. Maar dat is niet genoeg. 65, 135 en 95. Op een gegeven moment wordt het ook een beetje frustrerend. Van dat je zo graag eentje die paar wil hebben. 127, nee. Maar dat je hem maar niet tegenkomt. En zoals je ziet, mijn stapeltje wordt echt heel snel heel veel kleiner. Nou, dat 142, 123, ding, 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 ding. We hebben er één. 123. Zo, ik gooi alles om. Iets te enthousiast. Kijk, 123. Oh, moet ik hem al voorlezen natuurlijk. Het ballonbootje. Ontwerp een ballonbootje, gebruik een stukje hout in bootvorm, monteer er een gebogen stukje buis op. En zet hier een opgeblazen ballon op. Zorg dat de lucht er aan de achterkant van de boot uit kan. Nou, die kunnen we misschien ook gaan maken. Ik denk dat mijn zoontjes die wel leuk vinden.
Zo. Even kijken. 123. Nog twee. Nummer 70. En 140. Nou, dat is precies het dubbele van elkaar. We hebben hier nog een paar kaartjes. Ja, oké. Ik heb nog een heleboel kaartjes. Maar hier nog deze paar. Die gaan we nog doen. En dan gaan we de volgende keer de laatste twee proberen te vinden. Gelukkig zijn de getallen nu wat makkelijker. 70 en 100 veel. 70 en... Zo. 70 en 140, die zijn wat makkelijker te onthouden dan een heleboel verschillende getallen. Vooral omdat ze... Nou, mijn hand zit onder de stickers. Vooral omdat ze ook nog bij elkaar horen, die twee getallen. 60, 5, 78 en 20. Nou, de laatste voor deze video. 134, 114, 45 en 64. Nou, dat was hem. Nog maar twee kaartjes. Het wordt spannend en dan is dit boek bijna vol. Ik, voor de kijkers die nog steeds blijven kijken, dankjewel dat jullie het zo lang volhouden. Het duurt lang. Ik ben het ook een beetje zat aan het worden. Ik wil gewoon klaar zijn met dit boek. En jullie denk ik ook. En dan kan ik weer ander soort video's op gaan nemen. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer en doei doei!